Zo, goedemorgen. Het is nog geen 6:30. We zijn er helemaal aangekleed, wakker, klaar om weg te gaan. Alles staat in de auto. Volgens mij is Nena nu de laatste dingetjes in de auto aan het zetten. En dan gaan we er vandoor. Even kijken waar ze is, want de auto zetten we altijd hiervoor. Ja, daar is ze al. Hallo. Ben je al goed bezig? Oh ja, hier is de auto. Zo. Het is een goede auto. Automaat, dus dat is fijn. Lekker een airco. Zo'n schermpje voor je telefoon. Ik ben wel tevreden mee. De berenbel vandaag. Dat is niet te missen natuurlijk. Met al die grizzlyberen die wij gaan zien. Twee banaantjes. Het is 1:50. Oké. Goedemorgen. Rijdt naar het oosten op Stratton Hill, Rijd Southwest, richting Stratconaro Southwest. Waar je het? Dan moet je die kant op moeten. Hij zegt we zijn er 9:50, dus dat is mooi. Ja, we zouden ook om 6:30 weggaan. Het is nu 6:55. Oh nee, het is nu 6:50. Ja, we waren in ieder geval op tijd. We gaan zo even ontbijten in de auto. Banaantje eten. Oh ja, het is na vrijdag, we mogen weer iets lekkers eten. Ja. Gelukkig. We hebben altijd onder de hotkey nummer 1. As she goes walking, rocking like a... Beetje koud wordt misschien. Heet die radiozender zo? Ik hou ervan. Hotkey nummer 1. Oh nee, dat heet hotkey, dat je snel ergens op kan drukken. Oh, okay. Daar zijn we niet over te spreken. Nee, maar ook niet voorbereid. Nee, maar ik denk dat het wel meevalt hoor. Nou, ik denk het is ook nog wel 9:50. Dus misschien wordt het nog wel gewoon 20 graden. Dus dat kan natuurlijk. Dus hopelijk valt het mee. En anders hebben we dikke trui mee. En een jas. Dus dat komt op zich wel goed, maar we hadden daar even geen rekening mee gehouden. Kijk, je ziet allemaal mist hangen. Daar is het denk ik koud. Er loopt een beer. Waar? Ja, daar. Rij eens ietsje door. Doorrijden? Ja, ietsje. Hij loopt hier in de bosjes. Ja, daar. Ja. Zie je hem nou? Kijk. Hier, hij loopt. Oh, ik zie er één lopen, gewoon op beeld. Maar ik zie hem niet in het echt. Oh ja, hij komt. Komt? Ja. Hij zit nu weer achter de busjes. Nou, zoals je al kon zien in de vlog, hebben wij al een beer gespot. Ja. Het is heel moeilijk om hem te filmen, maar volgens mij is het wel gelukt. Ik had hem wel gezien, hij zat in de bosjes. Het is zelfs moeilijk om echt in het echt te zien hoor. Ja. Maar je zag wel die schattige oortjes. Ja, die oortjes. En je zag de bosjes helemaal zo in de weer. Ja. Dus dat is wel bijzonder hè? Ja, nou we zijn er na 2 uur. Dus, nou, nu kunnen we weer naar huis, want we hebben hem meer gezien. We gaan weer. Doeg. Daar is het. Dan gaan we zo helemaal omhoog. Ja, het is wel echt, maar het is gewoon koud. Het is wel een zonnetje, dus dat is wel fijn. Het belangrijkste is dat het droog is, hè? Het belangrijkste is dat we nu beren gaan zien als we omhoog gaan. Dat is prioriteit nummer 1 voor mij. We hebben er al eentje gezien, hè? Ja, onderweg. We hebben er al eentje gezien als het goed is. Ja, zie je. Nee, dat is inderdaad. Ja. Een zwarte beer was dat. Maar nu gaan we voor de grizzly, hè? Oh ja, dat zijn verschillende. Ja, dat zijn bruine. Ja. Oké, we gaan bijna. Spannend. Oké, we zitten in de skilift. Het is boven 1 graad. 1 graden. En nu moeten we heel goed gaan kijken voor de beren. Oh, het is koud. Ja. Oké,
Oké, we hadden in de skilift gezeten. Geen beren nog. Helemaal geen beren, joh. Nee. Maar we gaan nog een stuk lopen, hè? Kijk, kunnen we waar we nog doorheen moeten. Ja, dit is wel dat je denkt, oh ja, hier zijn beren. Wow. Ik zit wel spreid als je niet. We gaan dus de Pika Trail lopen. Dat is ongeveer 2,5 kilometer heen. Daar gaan we ook weer terug natuurlijk. Nou, laten we hopen dat we dan nog een paar beren zien. Maar niet te dichtbij. Daarom hebben we een belletje meegenomen. Vind je het spannend? Ja. Jij? Weet je wel. Maar gisteren zeiden we hoe groot is de kans dat we een beer zien? 140 kwamen we uit. Ja, maar ja, nou, we hebben er al een gezien dus. Ja, dat is ook zo. Alleen niet vanuit de... Skin, hè? Oké, we gaan lopen. Oké, daar. Zie je dat water? Daar is Lake Louise, waar we eerder waren. Lijkt best wel een klein meertje. Ja. Mijn zusje. Het is wel weer een pittig tochtje. Nou, je gaat heel hoog. Dat zie je nooit, maar het gaat echt stijl omhoog. Dankjewel. We zijn pas 23 minuten onderweg. Nog net iets meer dan de kilometer gelopen, maar het gaat zo stijl omhoog. Ja, kijk, ja, je ziet het nu op camera. Nee, op camera. Ja, dat pad moeten we straks dus op. Nou, je denkt, nou, niks zo. Dat is hartstikke stijl. Ja. Dus we gaan eventjes een rijstwafeltje eten en wat drinken. Mm-hmm. En moet verzamelen en ja, dan gaan we weer. Het is 2,5 kilometer. Ja, hoeveel hebben we nu? 1. 1,18. Nou. Bijna op de helft. En als je daar dan bent, dan kan je nog verder lopen naar een ander uitkijkpunt. Mm. En daar beneden bij de kabelbaan is een restaurantje. Ja. Dus dat is leuk. We staan voor een lastige keuze. Onze trail is naar rechts hier. Maar je hebt nog een Ptarmigan Valley Viewpoint. Dat is extra... Omhoog. Leuk. Maar dat is nog 500 metertjes extra omhoog. Ja, je gaat het nooit zien, maar het is mega stijl. Maar ik heb mijn keuze al gemaakt. Gaan we rechtdoor? Tuurlijk gaan we rechtdoor. Oké. We gaan helemaal tot de bord in één keer. Ja, daar staat een bord. Helemaal bovenop. We gaan in één keer, hebben we besloten, tot dat bord. Nou, succes. Ja. We hebben berenpoep gevonden. Ja, ze zijn heel dichtbij. Ik weet niet of het vers is. Is het nog warm? Een beetje zou ik zeggen. Een beetje. Voel jij eens? Ik zou ook zeggen een beetje. Ja. Dat is goed nieuws. Dus daar zijn ze dichtbij. Nou, we hebben het... Oh! Nou, we hebben het niet overleefd. Joh, dat gebeurt de hele dag. Ik val ook zo vaak bijna. Joh. We hebben de wandeling dus overleefd. We gaan even wat drinken in een restaurant hier beneden. En dan gaan we straks nog een kleine andere wandeling doen hier. Maar er was hier een meneer van, die werkt hier. Die zegt dat er vandaag geen biertje die nog is vastgesteld. Nee. Dus dat is wel jammer. Dat is heel erg jammer, ja. We hopen heel erg een bier te zien. Ja, gaat niet lukken. Nou ja, misschien nog wel. Straks. Of naar... kijk, daar lukt het een beetje. Oh ja. Naar beneden in de skilift. Ja, maar in ieder geval een grizzly willen we graag zien. Ja, die willen we wel graag. Kijk, die andere hebben we al twee keer gezien. Ja. Maar... Ook niet goed, hè? Nee. We willen heel graag een grizzly. Ja. We hebben deze andere trail ook gelopen, was wel korter, maar ook zwaar. Dus we gaan gauw naar beneden weer. Nou, nog steeds geen beer gezien. Nee, misschien helaas. In de skilift naar beneden, laatste kans. Ja.
Maar het is wel echt prachtig, moet ik zeggen. Ja, het is onwerkelijk. Ja, onwerkelijk. We beseffen niet echt dat we hier zijn. Dat zeggen we steeds tegen elkaar. Ja. Het is zo mooi, maar je beseft niet dat we echt in Canada zijn. Kijk, ik zie wel bergen. Maar als ik dan de foto terug zie, denk ik, oh ja, wow, mooi. Ja. Maar niet dat ik hier echt ben. Nee, hè? Nee. Maar kijk, zoveel bergen heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Nee, ik ook niet. Nou, we zijn bijna weer beneden. En? Nul beren gezien. Jammer, hè? Ja, heel erg. Ja? Zo, eindelijk gaan we eten. Ja, we gaan gauw eten, anders wordt het koud in de deur. Ja, we hebben patatjes. Ja. En dit is poutine. Dat is iets typisch Canadees. Ik ben erg benieuwd. Ja. Eet smakelijk. Zo, we hebben lekker gegeten. Nou ja, het was niet heel lekker, maar, we hadden gewoon vooral heel veel trekjes, dus smaakt alles lekker. Ik had poutine, nou we hadden het allebei de helft gedaan. Dat is patat met een soort kaas en jus. Jus, maar het smaakt naar ragout een beetje. Ja, het was apart, het was apart. Ja, ik vond het niet zo heel erg lekker. Nee, het was niet een... Maar misschien dit was het ook wel niet... Oh, een eekhoorntje. Maar het was misschien ook niet, zeg maar, zoals het echt hoort of zo. Nee. Want het is natuurlijk gewoon een beetje een soort fastfood ding. In de auto hebben we ook nog een lekkere koek, die gaan we ook opeten. We gaan zo nog even tanken. Vanavond gaan we iets heel lekkers eten. Ja. Wraps. Lekker toch? Ik heb hier sinds jullie zijn pas 3 verschillende dingen gegeten. Dat is niet normaal, hoor. Wraps, fruit, nee. Fruit, ja, ook fruit. Wraps hebben we gegeten. We hadden rijst met groenten. Heel erg vaak. En spaghetti 2 keer, dat is erg lekker. Ja, aanrader. Ja. Wat vind jij tot nu toe van deze reis? Ik vind het leuk. Wat voor cijfer geef jij het? 10. Oké. Het is nog maar net begonnen, hè? Maar het voelt al lang. Ja, het voelt alsof we hier al een maand zijn. Ja. Maar ook omdat we zo lang op één plek zitten. Ja, en we voelen ons ook wel thuis. Misschien daardoor ook. Ja, dat ook misschien, ja. Zo, hallo. Wij zijn weer terug bij de Airbnb. Ik weet niet of je me hoort. Ik hoor sirenes hier. Ik ga pannenkoeken bakken. We hebben net meel gekocht. Oh ja, we zijn ook nog even bij de Walmart geweest. We hebben even lekkere dingetjes gehaald. We gaan pannenkoeken eten, maar ook wraps. Nou ja, dat wordt wel lekker. Dus ik ga even lekker pannenkoeken bakken. Brandy gaat even lekker douchen en even wat voor zichzelf doen. Want we zitten alleen maar auto te rijden en te editen hier. Dus ik zeg, nou, ga nou eens even een keer wat voor jezelf doen, want dat doe je nooit. Ik zal zo even laten zien dat ik de pannenkoeken maak. Hallo. De pannenkoeken zijn gelukt. Kijk maar. Wauw. Er zit er nog 1 in de pan. Dus ik ben blij dat het gelukt is. Ziet het net als gewoon een pannenkoek uit. Ja. En daarop hebben we iets lekkers, denk ik. Hoop ik. Dit, dat is maple syrup. Dat gaan we eindelijk een keertje proberen. Dat is typisch Canadees. Dus ik ben benieuwd. We hadden vandaag ook al poutine. Is ook al typisch Canadees. Ja, dat was alleen niet zo lekker. Ja, dat was niet zo, hè. Dat was niet zo. Nee. En we moeten nog kijken wat Smitty's is. Oh ja. We zien langs de weg vaak reclame van Smitty's. We willen graag weten wat ze daar verkopen, want het lijkt dus wel een leuk restaurant. We gaan nu lekker wraps eten. Ja. En een paar... Pannenkoekjes. En een paar pannenkoekjes. Dus ik ben benieuwd. Nou, we hebben maple syrup gegeten. Lekker. Ja. Ja. Een soort zout, maar dan een soort bitterder, iets bitterder. Ja, er zit wel een soort smaakje aan. Maar ik vind het wel lekker, zeker op pannenkoek. Ja. Dus ga lekker nog eentje eten. Mm-hmm. Er staat hier een brandweer voor de deur. Hij was ook aan het toeteren. Ik weet niet meer waar het is. Even kijken, denk ik. Nou, ik had even gekeken, maar ze staan gewoon een beetje te lachen met elkaar, dus ik denk dat het wel goed is. Ik ga even verder met de afwas. We gaan nog even lekker een filmpje kijken en dan gaan we lekker een beetje op tijd slapen, want ik weet niet wat jou betreft, maar ik ben best wel moe. En iemand vroeg bij Instagram, worden jullie nou nooit eens moe? Van al dat reizen. Nou, kijk, op zich wel. Het is wel vermoeiend, omdat we elke dag iets proberen te doen.
En met die bergen gaan we veel wandelen. Dat is best wel vermoeiend. Maar net zoals gisteren gingen we even naar Banff, dat stadje. En de rest van de dag hadden we rustig aangaan. Dat is wel lekker. Ja. En morgen hoeven we pas rond 10 uur weg. Dus dat is ook lekker. Ja. We ook een beetje rustig aan in de ochtend. Ja. Dus zo proberen we wel een beetje de balans erin te houden. Oké, nou dan was dit er meer voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen. Doeg. Doeg.